Dit zijn de kaartjes voor de vissen voor maart. Welkom allemaal. Ik ga werken met mystical vissen en medical messen van fairies. Een driekaartslegging. Laat maar weten of jullie de vorige legging leuker vonden. Met een kaartje voor iedere week. Maar dit is verleden, heden, toekomst, zeg maar. Dus dan uit februari wat er nog komt nu. En waar het naartoe gaat dan. Gaan we eens even voor jullie kijken. Mooi. Healing healed healer. Oké. Dus de situatie is eigenlijk geheeld. Daar gaat het om. Ja, er zijn dus dingen geweest, maar uit februari, eind februari, begin maart zijn jullie dus al, ja, heb je je eigenlijk opengesteld voor hulp en heb je die hulp ook gekregen. Dus als het wat resoneert bij jou, hè. En dan komen de kinderen. Oké, en het is misschien wel de bedoeling dat kinderen, ja, deel uitmaken van jouw levensdoel. Maar het kan ook zijn dat je innerlijk kind nog geheeld mag worden. Hè? En ik voel dat het een tweespalt is tussen mensen van vissen die al verder zijn en alles al opgeruimd hebben. Maar er zijn ook nog een paar vissen die nog met hun innerlijke kind bezig mogen gaan. Voor de mensen die dus al verder zijn, ja, dan is het echt de bedoeling dat je die goede band met die kinderen kan hebben. Misschien wel met kinderen kan gaan werken zelfs, maar anders in je gezin of zo, dat ook belangrijk is voor jouw groei. En dan komt perfect timing. Nou, dat is wel heel mooi, van waar het naartoe gaat. Dit is the right time for you to move forward. Ook weer in dat bos, hè, de fairies zijn natuurlijk van het bos, hè, de elfjes. Maar ja, ga gewoon lekker spelen, zeg ik dan even zo, hè. Maar doe gewoon leuke dingen en doe vooral waar je veel plezier in hebt. Wees een kind, zeg maar, in gedrag. Oké. Gaan we even kijken wat de medical wisdom, en dat is ook weer mystical wisdom, is ook veel met de natuur. Letting go, leren om alles los te laten. Prachtige kaart, hè? Dingen uit het hoofd loslaten, hè? Zodat je wat vrediger kan voelen. Ja, dat je geheeld bent, zeg maar. Oh, mooi! Waar hadden we dat nou? Oh, dat was kinderen. Nou, het is kinderen of dieren. Maar het is één van de twee waar je dus echt mee kan verbinden. Kinderen of animals, dieren. Ja, en als de tijd dus voor je gekomen is om vooruit te gaan, hè, dat alles perfect wordt, ja, dan zijn je chakra's ook in balans. Maar dat zijn de 7 heavenly virtues en de sleutels naar welvaart, naar, nou, dan moet ik even mijn boekje erbij pakken, hoor. Want het zijn die 7 heavenly, 7 heavenly. Het is dus faith, dus geloof en vertrouwen op de positieve dingen. Hoop. Charity, dus de unloving kindness to others. He, dus dat je geeft. Fortitude, dus kracht, dat je niet opgeeft. Justice, eerlijk zijn en dat alles eerlijk gebeurt. Patience, dus ook dat je vergeeft. En temperance, en dat is zelfcontrole en wijzigingen daarop eventueel. Dus dat zijn die 7 virtues.
Maar eigenlijk zeg ik dan ook van, ja, dat zijn ook die chakra kleuren. Hè? Dus zorg ervoor dat, en dat gebeurt wel als je je goed kan connecten, zeg maar. Dan gaan die chakra's ook sneller in lijn staan. En dan is het ook zo dat ja, je eventueel voor een heling langs kan komen. Hè? Dan gaat het nog sneller. Maar die goedheid, die pracht, die welvaart. Ja, die kan gewoon naar je toe komen, zeg maar. En welvaart in meerdere vlakken, hè. Dat zit niet alleen financieel, maar... Het wordt een hele mooie maand voor jullie, lieve vissen. Ik wens jullie een hele mooie maand. Vol liefde en licht. En ja, maak anders een afspraak voor een persoonlijk consult. En anders zie ik jullie graag volgende maand weer. Dag!